Driemaal per jaar vindt in de kraton van de sultan van Djokja een plechtigheid plaats, de Grebek geheten. In de morgen verlaten twee afgezanten de kraton om de gouverneur van Djokja de mededeling te doen dat alles voor de plechtigheid gereed is. Op het vernemen van dit bericht begeeft de gouverneur zich naar de kraton, alwaar hij zijn gasten ontvangt. Vervolgens schrijft de gouverneur naar de verblijven van de sultan. Samen keren zij terug naar een Sittingen. Worden naar de Mesjid gedragen. Twee afgezanten begeven zich dan naar de Rijksleider, ten einde hem te gelasten, met zijn gevolg de Gunungans naar de Mesjid te begeleiden.